André Baas, opbouwwerken bij Delphi. Jullie zijn een actie gestart, want jullie hebben hier een grote brand gehad. Hoe loopt die actie inmiddels? Ja, die actie loopt hartstikke goed. Inmiddels, zoals je kan zien, wordt er heel veel kleding wordt er ingezameld voor de getroffen gezinnen. En ja, inmiddels zijn die weer aardig aangekleed. Ja, ja, ja. Try to call you last night. Didn't hear from you since the day you left. Nu zijn we nog bezig met een actie voor de gezin om wat meubelen en huisraad bij elkaar te verzamelen. En dat, ja, dat doen we, zou ik zeggen, in samenwerking met een aantal actieve vrijwilligers hier uit de wijk, het Nieuwe Westen. Die willen meehelpen met het verzamelen van de spullen en de spullen willen brengen bij de mensen als die hun nieuwe woning gaan betrekken. Waar gaan de spullen nu naartoe? Op dit moment staan ze nog wel bij de mensen die ze hebben aangeboden. Maar als ze daar echt in de weg staan, dan kunnen we ze even tijdelijk opslaan in een bedrijfsruimte van Woonbron. Die heeft dat ter beschikking gesteld. Dus dat is heel fijn. Ja. We waren ook blij verrast met de saamhorigheid die er toch nog in de wijk is. Nee, absoluut. Dat is zeker. Dat is wel heel erg mooi om te zien dat heel veel mensen toch kleding en spullen aanbieden. En ja, dat vind ik toch wel heel goed om te zien dat er, ja, toch heel veel bewoners zijn die de mensen willen helpen. En dat is volgens mij een heel goed teken voor de wijk. Call me baby, sunrise.